Voorzitter, de vorige keer heb ik het erover gehad dat een beetje integriteit niet bestaat en dat het gek voelt om het te hebben over integriteit met toch ook een regering, maar ook een Kamer die dat goedkeurt, die integriteit als optie ziet. Dat is een politiek systeem wat steeds vaker gaat schuren. En afgelopen dinsdag zagen we dat heel goed bij de stemming. De integriteit, handhaving van onze gedragsregels leidde tot de eerste schorsing van een Kamerlid sinds mensenheugenis. En tegelijkertijd wordt er een motie weggestemd door dezelfde mensen die dus voor die schorsing stemmen, dat de regering zich aan de wet moet houden. En het meten met twee maten in ons politiek systeem maakt dat het politiek systeem steeds meer zichzelf erodeert. Dus ik kan heel uitgebreid gaan vragen aan de minister, dan wel aan de indieners, wat zij denken aan normen of aan wettelijke kaders, of zou het voor Kamerleden verbeteren. Maar ja, als je je houden aan iets betekent dat je een handreiking maakt waardoor de wet niet meer geldt, weet je, welk vertrouwen heb je dan dat een cultuurverandering er inderdaad is en ook gehandhaafd kan worden? En die gewetensvraag zou ik wel willen stellen, ook aan de indieners, maar ook aan de minister. Want hoe kunnen we er nou op vertrouwen dat dat inderdaad gebeurt? Ik heb wel twee moties, ook omdat het een initiatiefnota betreft en mijn narig gevoel over deze integriteitssituatie waarin we inmiddels zijn beland als Kamer, als controleer van de macht en de macht zelf ook. Geen afbreuk moet doen aan toch het initiatief wat twee Kamerleden hebben genomen. Dus ik zal ze voorlezen en dan hou ik het daarbij, voorzitter. De Kamer gehoort de beraadslagen constateren dat de laatste aanbeveling van GRECO betrekking heeft op de procedure voor ambtsdelicten zoals vervat in artikel 119 van de grondwet en de ministeriële verantwoordelijkheid en ambtsdelict staten-generaal, ministers en staatssecretarissen, constateren dat de commissie Fokkers het advies maar in de wet in 2021 aanbevelingen heeft gedaan om de regeling in zaken ambtsmisdrijven uitvoerbaar te maken, verzoekt de regering de aanbevelingen van de commissie Fokkers om te zetten in een wetsvoorstel ten einde de regeling in zaken ambtsmisdrijven werkbaar te maken en een voorstel hiervoor binnen 4 maanden aan de Kamer voor te leggen. En de volgende motie is: de Kamer gehoort de beraadslaging overwegende dat helderheid en voorspelbaarheid de risico van de beoordeling van risico's op corruptie bijdragen aan de naleving van integriteitsregels, verzoekt de regering een strenge en duidelijk gecoördineerde standaardmethodologie op te stellen voor de beoordeling van risico's op corruptie, zoals voorgesteld in de beschreven risicoanalyses in aanbeveling 1, die zijn te vinden in hoofdstuk 5 van de initiatiefnota, en een onderscheid te maken tussen bewindspersonen, topambtenaren en politiek assistenten. En gaat over tot orde van de dag.